Ik haat de sporten. Nu train ik voor een marathon. Het is mijn moment om mijn hoofd leeg te maken en op te laden. Samen met mijn personal trainer en andere experts bereid ik mij voor op de zwaarste marathon van Nederland. De Kustmarathon. Fuck, het is zwaar. Ik neem jullie mee in mijn proces en deel de beste tips en tricks. Dit is mijn marathonmissie. Inmiddels ligt mijn training al anderhalve week stil door mijn lopersknie. Echt een stekende pijn. Ik doe 5 keer per week oefeningen om de peesontsteking in mijn knie te verhelpen. Op vakantie probeer ik voor het eerst weer een training op te pakken. Nou, zoals je wellicht kan zien ben ik op vakantie. Ik zit in Spanje momenteel. Ik heb anderhalve week niet getraind. Wel veel oefeningen gedaan, verder rust gehouden. In overleg met Wouter heb ik besloten nu een half uur te gaan lopen. Hier in Spanje dus. En dan kijken hoe het gaat. Dus of de pijn komt terug en dat betekent nog meer rust, nog meer oefeningen doen. Ja, of het gaat goed. Ja, dan moeten we gewoon weer gaan opbouwen. Ik ben nu nog maar 2,5 kilometer onderweg. En ik voel hem nu alweer. Het doet nog geen zeer. Maar ik voel hem al wel. Dus dat is volgens mij wel gewoon een teken dat ik er nog niet ben. Nou, na 3 kilometer... Dus gestopt zoals je ziet. Ik voelde gewoon dat hij al op begon te spelen. Het deed geen pijn, maar forceren is echt heel onverstandig. Dus gewoon meteen gestopt. Wouter een appje gestuurd, die reageerde ook meteen. Dat ik er verstandig aan gedaan had om te stoppen. En dat we gewoon nog een weekje moeten wachten. En dus maar weer verder met de oefeningen. Maar die ben ik intussen wel beu. 2 weken verder mag ik van Wouter weer een training proberen. Nou, zoals je wellicht kan zien. Aan de bewolking en geen zon ben ik weer terug in Nederland. Het is nu 3 weken geleden dat ik blessure opliep. Nou ga ik voor het eerst weer lopen om te kijken hoe het ervoor staat. Ben benieuwd. Nou, deze keer niet na 2 kilometer, maar na 2,5 kilometer moeten stoppen. Oh, het is echt frustrerend zeg dit. Ah, oh, echt. Ik wil gewoon zo graag weer verder, maar knie werkt gewoon echt niet mee, dus ik ben bang dat het nog wachten is en oefeningen blijven doen. En zodra het weer kan, volop trainen en dan kijken hoe ver ik kan komen. Ah, dit is wel echt heel zuur. Nou, we zijn inmiddels weer 3 weken verder en ik heb dus al bijna 5 weken niet kunnen lopen. Maar er is ook goed nieuws. Mijn knie doet geen zeer meer. Het beurzengevoel is ook echt weg. Ik heb heel veel contact gehouden met Wouter. En nu dat beurzengevoel weg is, zei hij eigenlijk van... Nou, misschien kan je deze week proberen om te gaan fietsen. Dus nog niet hardlopen, dat is nog een brug te ver. Maar we gaan gewoon 3 keer in de week lekker op tempo fietsen. En dan ga ik eind van deze week proberen mijn hardlooptraining weer op te pakken. En ik hoop zo dat het dan geen pijn meer doet. En dat ik gewoon mijn training weer op kan pakken en kijken hoe ver ik nog kan komen. Maar goed, voor nu eerst maar eens lekker fietsen. In de volgende aflevering zie je of de pijn dan eindelijk wegblijft en of ik mijn schema weer op kan pakken.